Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Weet je wat altijd grappig is? Kijk, ik heb hem nu al een tijdje aanstaan. Daarom zien jullie dat niet. Maar elke keer als Saartje mijn camera hoort piepen, dan flipt ze helemaal. Het is iets met honden. Vandaag gaan wij iets leuks doen. Er zit nu een bel. Auw, oh, ik klapte echt pijnlijk. Auw, oh, mijn hand is gebroken. Nou, zoals jullie zien, we gaan vandaag sloganmaker doen. Geert Wilders. Even voor duidelijkheid, het idee achter sloganmaker is... Je hebt die app, je vult iets in, hij maakt er een slogan van. De coolste Geert Wilders. Nou, hier ben ik het niet mee eens, jongens. Mamma mia! Dat is een pittige Geert Wilders! Die is goed. Daar ben ik het helemaal mee eens, jongens. Geef me een stuk van die Geert Wilders. Geert Wilders heeft het. Nee. Proef de Geert Wilders. Pak ze. Dat was lekker. Lekker die Geert Wilders. Nou. Dat is echt niet geëindigd trouwens jongens. Echt niet. Nee. Dat was lekker Geert Wilders. Altijd klaar. Altijd Geert Wilders. Oké. Daag Geert Wilders uit. Dat gaan we doen. We gaan hem uitdagen. Je bent... een... plan... een... koek. Zo, bij deze hebben we Geert Wilders uitgedaan. Niemand komt aan mijn Geert Wilders. Dat klopt al, want even een herhaling. Ja, als iemand anders Geert Wilders opeet, hè? Ik word boos, hoor. Ik word boos. Liever een Geert Wilders. Nee, nee, nee. Kom op, kom allemaal naar Geert. Grappig. Er is altijd ruimte voor Geert Wilders. Nee, omdat ik Geert Wilders waard ben. Ja, ik ben Nederland. Nee, grapje jongens, grapje. Als je als buitenlandse kijker kijkt, ik ben absoluut tegen Geert Wilders. En ik vind dat iedereen hetzelfde is. Of je nou uit Nederland komt, Afghanistan, Turkije, wat dan ook. Je bent gewoon allemaal... een mens en zo moet je ook worden behandeld, oké? Okay? Dit was mijn preek. Mijn dokter zegt, Geert, hier moet ik een screenshot van. Wees grappig met Geert Wilders. Elke Geert Wilders heeft een verhaal. Ik heb vandaag een boodschap voor de Turken. Jullie regering maakt jullie wijs... dat jullie ooit lid zullen worden van de Europese Unie. Nou, vergeet het maar. Jullie zijn geen Europeanen en jullie zullen dat nooit worden. Een islamitische staat zoals Turkije hoort niet bij Europa. Alle waarden waar Europa voor staat, vrijheid, democratie, mensenrechten, zijn onverenigbaar met de islam. En ook dat visumvrij reizen voor Turken naar Europa willen wij niet. De Europese regeringen die daarmee instemmen, zullen worden weggestemd door hun kiezers. Turkije koos voor Erdogan, een gevaarlijke islamist die de islamitische vlag hijst. Wij willen niet meer, maar minder islam. Dus Turkije, blijf weg bij ons. Je bent hier niet welkom. Ja, dat zijn verhalen en dat verhaal is onzin. Haal... deze kan hij niet. Deze kan niet met wat Geert Wilders erbij doet. Haal Geert Wilders of eruit! De ultieme Geert Wilders machine. Moet ik trouwens een serie hiervan maken? Dat ik gewoon elke aflevering één ding ga opzoeken. Ook u kunt een Geert Wilders hebben. Net als ik. Als
alsof het de fucking ziekte is of zo. Ik heb geen Twitter. Kom ik aan, ik heb Geert Wilders. Kom op, neem op. Nep huilen als je opneemt. Hij neemt niet op. Nou jongens, ik moet het maar opgeven, dit bellen, dit gaat nooit lukken, dit gaat nooit lukken. Iedereen zit op school, iedereen heeft een zwaar leven. Nou jongens, ook u kunt Geert Wilders hebben, net als ik. Dit is het tijdperk van de Geert Wilders. Nee, en dat gaat het ook nooit worden, Geert. Of je moet een keer een normale uitspraak hebben over buitenlanders, want ze zijn gewoon net zoals ons. Überhaupt is het woord buitenlanders een woord waar het niet zou hoeven te zijn, want het zijn ook gewoon mensen. Denk, Geert Wilders. Zo in je sas met Geert Wilders. Geen woorden, maar Geert Wilders. Vertel hem over de Geert Wilders, mama. Het is Geert Wilders, het is Geert Wilders, het is Geert Wilders, wat ik gebruik. Het is Geert Wilders, het is Geert Wilders, het is Geert Wilders, wat ik gebruik. Het is Geert Wilders, het is Geert Wilders, het is Geert Wilders, wat ik gebruik. Zo, dit was even hardcore jongens. Reinig uw vloer zonder Geert Wilders. Deze is leuk. Maak er een Geert Wilders nacht van. Geert Wilders heeft het. Het is een Geert Wilders avontuur. Ieders favoriete Geert Wilders. Daag Geert Wilders uit, hebben we al gedaan. Drink elke dag een pint Geert Wilders. Maak Geert Wilders ruig, is hij al. Nog vragen? Geert Wilders is het juiste antwoord. Nee! Heb jij nog een vraag? Heb jij nog een vraag? Heb jij rommel gemaakt? Geert Wilders! Zo makkelijk, geen wonder. Geert Wilders is nummer 1. Nee, nee, hier ben ik het niet mee eens. Heb een boel Geert Wilders. Zo. Een stuk van Geert Wilders voor iedereen, elke dag. Nou jongens, we gaan Geert Wilders door de midden hakken. We gaan Geert Wilders door de midden hakken. Ja, we gaan hem gewoon door de midden hakken, Essa. Wil jij ook een stukje Geert Wilders? Ja hè, jij wil ook een stukje Geert Wilders. Maar ik heb liever een kom Geert Wilders. Gelukkig is Geert Wilders voor mij. Maak Geert Wilders ruig. Hebben we al gehad. Omdat ik Geert Wilders waard ben. Hebben we ook al gehad. Laten we het hebben over Geert Wilders. Nee. Geert Wilders maakt je beter. Nee. Vertel hen over de Geert Wilders, mama. We maken geen Geert Wilders. We maken Geert Wilders beter. Het leven begint met Geert Wilders. Het is geen geheim als je Geert Wilders hebt. Krijg de Geert Wilders gewoonte. Geert Wilders voldoet echt. Nee. De echte geur van Geert Wilders. Soms voel je je als een Geert Wilders, soms niet. Maak deel uit van Geert Wilders. Vier van de vijf tandartsen bevelen Geert Wilders aan. Monsieur, met deze Geert Wilders verwendt u ons echt. Nou jongens, dat was dit de video. Dan ga ik zeggen, vergeet niet te abonneren. Je bedankt voor op Twitter en Instagram. En dan zeg ik tot overmorgen bij een gloednieuwe video.
Essa? Ja. Ja, Essa. Zetje. Zetje, mijn schatje. Zetje, mijn schatje. Zetje, mijn schatje. Doei allemaal. Yeah. Oh ja, en als jullie dit leuk vonden, laat dan even achter. Er komen vaker afleveringen van Slogan Maker. Als jullie een woord weten waar ik de volgende aflevering moet doen in Slogan Maker, laat het dan even achter. En dan gaan we dat woord voor een aflevering doen. Yeah. Doei!